het is ook heel sneu. Maar ja, ik kon moeilijk Sofie ervoor op laten draaien. Jammer dat ze niet meteen om hulp vroeg. Ik wil er ook best helpen, hoor. Wie weet hebben we tegen die tijd wel een plek voor haar, hè? Nou, Amir, ik kan je vertellen, sinds ik het besluit heb genomen, kan ik niet wachten. Hoe gaan we het eigenlijk financieel doen? Ik stel voor 50-50. 50-50 is goed. Ja, ik denk dat ik een extra hypotheek neem. Dat hebben jullie niet nodig natuurlijk met al dat geld van de moeder van George. Ik ga mijn vrouw niet laten betalen. Hey, hoe heet die praktijk ook alweer? Leers maar. Nou, als Linda zoveel geld zou hebben als George, dan wist ik het wel. Het gaat toch om jullie gezamenlijke toekomst? Als ik één ding heb geleerd vanuit het verleden, is dat ik niet afhankelijk wil zijn.